Ik heb dit echt gewoon nog nooit gezien. Wauw, Sugar Rush! Ik heb eigenlijk geen idee. Oh, lekker. Oh, dit is lekker. Hallo allemaal, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Action Nederland. Ik ben Larissa en misschien ken je mij van mijn eigen kanaal, Larissa Bruin. Daar post ik ook wel eens video's met Action. En vandaag heb ik echt iets super leuks voor jullie. Ik ga namelijk allerlei verschillende soorten comfort food testen. Ik kan echt niet wachten, want ik heb er eigenlijk wel zin in. Dus ik hoop jullie ook. Doe natuurlijk alvast je duimpje omhoog als je hier zin in hebt. En vergeet niet om een leuke reactie achter te laten. En even te abonneren op dit kanaal als je dat nog niet had gedaan. Dan gaan we snel beginnen. Bij comfort food denk ik zelf eigenlijk het meest aan alles dat ik eigenlijk niet zou moeten eten. En voor mij maakt het niet uit of dat nou zoet is of hartig. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat jullie favoriet is. Ben je meer zoetig of meer van de hartige snacks? Maar ik heb dus echt van alles gehaald. En ik dacht, weet je wat? Ik haal er gewoon 10. En dan bepaal ik aan het einde van deze video welk van die 10 mijn nummer 1 is. Snap je die nog? Oké. Nou, dan gaan we beginnen. Dan begin ik even met deze Filipino's. Volgens mij is dat witte chocola. Met daarin nog iets spannends. Ze zijn best wel cute en klein. Ik had ze wat groter verwacht. Cute. Het is een soort van biscuit. Nee. Het is speculaasachtig. Ik kan het nog steeds niet helemaal thuis brengen. Maar het is een soort van een koekje. Met dus witte chocolade eromheen. Ja, misschien is het echt heel ranzig om dit nu zo te zien. Maar dan weet je een beetje hoe het er van binnen uitziet. Ja, dit is dus echt een beetje zo'n combinatie tussen een koekje en een chocolaatje. Ik hou dus eigenlijk niet van de combinatie chocola en biscuit. Maar ik vind dit wel lekker. Ik zou dit een 7,5 geven, denk ik. Dan kwam ik ook deze chips tegen. En we kennen allemaal volgens mij wel Doritos. Maar dit is toch net weer even spannender dan wat je gewend bent. En dat vind ik wel heel leuk. Ik kwam überhaupt heel veel dingen tegen waarvan ik dan het merk wel ken. Maar ineens is daar weer een nieuwe uitvoering of zo. Helemaal spannend. Dus deze Doritos Bites, die wilde ik wel een keertje gaan proberen. Dit heeft een sour cream flavor. Kijk, ze zijn ook echt heel erg klein. Dus dit is, ja, dit is een eenpersoons zakje. Maar alleen. Oké. Oh, het is wel lekker hoor. Ja, als ze zeggen sour cream, bedoelen ze ook wel echt sour cream. Het heeft een best wel sterke smaak, maar dat vind ik altijd bij Doritos en daar hou ik van. Daar hou ik gewoon echt van. Maar dit is echt heel lekker. Ja, dit krijgt voor mij een 8,2. Ik was nog niet klaar. Geen 8, maar 8,2. Alleen, dit is wel zoiets, als je er heel veel van eet, dan moet je niet meer in de buurt van mensen komen. Nee. Het is een zakje voor jou alleen, maar blijf dan ook lekker alleen. Volgens mij ga je hier echt van meer uit je mond. Dan gaan we weer even door met een lekker chocolaatje. Althans, ik zeg lekker, maar dat gaan we nog testen. Dit is melkchocolade met karamel zeezout smaak. Dit deed me denken dat er misschien ook nog iets van fudge in zit. Dat staat er verder niet op of zo hoor. Maar misschien bedoelen zij daarmee gewoon het karamel. In ieder geval, ik werd helemaal enthousiast van de verpakking. Oké, nou dit ziet er echt uit als chocola. Die karamel is heel subtiel. En het zeezout ook. Volgens mij proef ik dat nog helemaal niet, jongens. Sorry, ik moet toch nog een stukje nemen. Ja, dit is geen excuus. Fudge zit er in ieder geval niet in. Dat kan ik je wel alvast vertellen. Misschien ook nog iets van fudge in zit. Dat staat er verder niet op of zo hoor. Daar was hij. Het duurde denk ik gewoon even. Het ligt er misschien ook net aan welk stukje je hebt. Maar het is heel subtiel. Dus voor iedereen die denkt, nou, ik hou daar wel van, maar het moet niet te heftig smaken. Dan is dit echt jouw chocola. Anderzijds ben ik wel een heel klein beetje teleurgesteld. Ik had meer smaak verwacht. De chocola is verder gewoon wel echt heel lekker. Dus ik geef het alsnog wel een 7,5. Dacht ik, weet je wat, we gaan ook semi-gezond doen met een bananenchippie. Wat ik hier allereerst heel leuk en heel fijn aan vind, is dat dit echt een goed gevuld zakje is. Ze zijn heel gul, neem ruim. Niet te gierig, hoppatee. Ik weet niet of dit dan daadwerkelijk ook zo gezond is. Ik zou ook niet weten waar ik dan naar moet kijken. Met banaan, kokosnootolie, rietsuiker, honing, banaanaroma. La 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 la. Ja, ziet er gewoon echt uit als plakjes banaan die dan verhard zijn en tot chips zijn gemaakt. Oh. Dan eet je een chippy en dan verwacht je toch op de een of andere manier dat het hartig is. Dat is het dus niet. Maar het is ook niet per se heel zoet of zo. Interessant chippy. Ik geef het een 7,2. Ook voor het idee en zo. En het feit dat het zo goed gevuld is. Daar hou ik van. Dan heb ik hier de round biscuit met een creamy hazelnut chocolate filling, ofwel een biscuitje met een hazelnootfilling. Ja, dit is dus weer biscuit in combinatie met chocola. Ik had ook iets anders kunnen kiezen. Maar ja, ik heb dit echt gewoon nog nooit gezien. Dit merk kende ik ook helemaal niet. Dus ik dacht, weet je wat, ik wil gewoon nieuwe dingen proberen. Dit is zo'n koekje die je graag bij je thee vindt. Als je nou ergens op het terrasje zit of zo en dat je denkt van, oh ja, precies wat ik nodig had. Verwennerijtje hoor. Als je dit bij je thee krijgt, dan mag je jezelf gelukkig prijzen. Meestal is het namelijk toch een wat karige koekje. Laten we heel eerlijk zijn. Deze is ook nog echt rijkelijk gevuld. Rijkelijk gevuld. Die hazelnootfilling, oh dat is lekker. Deze combinatie van biscuit en chocola vind ik misschien wel de beste die ik tot nu toe ooit gehad heb. Ik geef dit een 7,8. Dan is het weer tijd voor een chippy. En dan heb ik dus ook deze multigrain lentil snacks. In de smaak kaas, ofwel cheese. Oh, dit zijn linsensnacks. Boeiend. Heel boeiend. Nou, dit is hoe ze eruit zien. Oh, wauw. Wat een geur komt daar vanaf, zeg. Wel echt een kaasgeur. Ja, ik haat het niet. Dus helemaal oké. Oh, lekker. Oh, dit is lekker. Wacht. Ik dacht, ik krijg hier zo'n soort van hele doffe smaak of zo, weet je wel. Maar nee. En ik vind ook, zeg maar, hoe het zo lekker knapperig is. Dat is ook heel lekker. Geeft me ook wel het gevoel dat ik er heel veel van kan eten. Dus ik moet nu niet doorgaan, want ik heb ook nog andere dingen te proeven. Maar ik geef dit een 8. We gaan weer even door met een chocolaatje. En dan heb ik hier van Milka deze soort van chocoladerotsjes noem ik ze maar. In combinatie met Dime. Ik weet niet of jullie dat merk kennen. Maar daarvan hebben ze ook nog wel meer bij de Action. Ja, het ziet er echt uit als chocoladerotsjes. Maar die Dime chocolaatjes, die hebben dus vaak ook echt een soort van... Wat is dat? Karamel erin zitten. Maar dan een beetje hard ook. Dus het is een beetje crunchy. Ja. Ja. Het smaakt dus echt precies naar die Dime snoepjes. Als je ze kent, dan weet je precies wat ik bedoel. Maar dan hebben ze toch nog een beetje dat pindarots effect, weet je wel. Dus ze zijn nog crunchier. En als we het dan hebben over comfort food, dan vind ik dit dus ook wel het type comfort food dat je heel leuk kunt serveren op tafel. Wanneer je vrienden uitnodigen, met z'n allen gezellig, weet ik veel, een filmavondje gaat houden of zo. Warme chocomel erbij. Ik geef dit dus wel een 7,8 ook. We houden het spannend. In ieder geval net geen 8, maar komt wel in de buurt. Ik ben zelf dus niet echt van de koekjes. Ik ga dan toch liever voor chocola of chips of snoep. Laat het vooral weten als je wel echt van de koekjes bent. Misschien kunnen we daar dan nog een keer een speciale video over maken. Maar in ieder geval, deze koekjes die zagen er te gezellig uit om te laten liggen. Dit zijn regenboogkoekjes. White cream decorated with sprinkles. Als ik het koekje zelf zo zie, dan vind ik het wel echt zo'n vintage oma koekje. Ja, sorry. Ik kan het niet anders omschrijven. Ja, voor een koekje is het echt niet slecht. Ik vind het wel lekker eigenlijk. Ik vind het eigenlijk wel lekker. Het is vooral dat witte, cremige gebeuren wat ik wel lekker vind. Als je een koekliefhebber bent en je houdt een beetje van zoet, dan is dit wel echt top. Ik geef het zelf een 7. Dan is het toch echt tijd voor een snoepje. Ik ben zelf dus wel een snoepkont. Laat ik nu echt iets in huis hebben gehaald waar je tanden gewoon vanuit je mond vallen. In ieder geval de candy tubes. Daarvan hebben ze heel veel verschillende smaken bij de Action. Volgens mij ook watermeloen en aardbei is altijd zo'n beetje zo'n standaard. Die heb ik ook al wel eens een keertje eerder gehad. Maar nu zag ik de cola en cherry flavor. En ik dacht, ja hoor. Ja hoor, kom maar met me mee. Kijk, die zijn zo heerlijk gesuikerd. Ik word daar dus gewoon helemaal blij van. Oh my god. Op een gegeven moment dan komt hij aan, hè. Bam. Zoetigheid, alom. Wauw. Sugar rush. It's a sugar rush. Mensen, ik vind dit lekker. Woe! Ik probeer dus objectief te blijven, maar dat gaat me gewoon niet lukken hierbij. Ik vind dit dus echt geweldig. En ik ga dit gewoon even helemaal oppeuzelen. Maar goed, zoals ik al zei, ik probeer een beetje objectief te blijven. Dus ik ga het gewoon een 8 geven. 8,2. 8,3. Nou, dan gaan we alweer naar het laatste. En dat is de Twix Salted Caramel. En laten we eerlijk zijn, inmiddels wordt bijna alles karamelzeezout gemaakt. Want ja, het is nu eenmaal populair en ik snap wel waarom. Chocoladekenners die weten dat Twix natuurlijk ook bestaat uit biscuit en chocola. Wat dus niet mijn favo is. Maar goed, we gaan dit gewoon doen. Ik zit echt zo te wachten op die zeezoutsmaak. Oeh, ja, daar is hij. Het is soms gewoon echt heel subtiel aanwezig, weet je wel. Dan ben je aan het genieten van die karamel en dan ineens is daar die zeezoutsmaak. Vind ik hem dan lekkerder dan de normale Twix? Ik denk het wel, weet je dat? Ik denk dat ik hem wel net ietsje spannender vind of zo. Persoonlijk geef ik dit een 7,5, maar ik kan me echt voorstellen dat als je van Twix houdt, dat je dit dan gewoon lekker een 8,5 of een 9 geeft. Want in principe is het echt wel een lekkere variatie op de normale Twix. Nou, dan zijn we daarmee toch wel echt aan het einde van deze video gekomen. Maar natuurlijk niet voordat ik jullie laat weten wat mijn favoriete ultieme comfort snack is. Ik vind sowieso de chipjes beide echt heel erg goed. Maar ja, deze Milka Dime rotjes, die zijn bijvoorbeeld weer heel erg leuk om te serveren en om met vrienden te delen. Ik denk namelijk dat iedereen hier heel blij van wordt. En ja, dit is weer iets waar ik persoonlijk heel blij van word. Dus ik vind het moeilijk te zeggen wat nou mijn echte favoriet is. Maar laat vooral ook weten wat jouw favoriet is. Of je dit ook al wel eens hebt geprobeerd. En wat jouw bevindingen zijn. Wat is je favoriete comfort snack? Wat is je favoriete comfort drink? Laat het weten in de comment. En vergeet natuurlijk ook niet om even je duimpje omhoog te doen voor deze video. En natuurlijk te abonneren op dit kanaal als je dat nog niet had gedaan. Heel erg bedankt voor het kijken. En hopelijk weer tot snel.